3, 2, 1, 0. Zo ging afgelopen woensdag de poging om het wereldrecord laptop domino te behalen van start. Deze actie is opgezet door Stichting Open en Road to Work. Hoe lang is er over gedaan om dit allemaal neer te zetten? Meer dan 4 uur. Is het allemaal gisteren nog gedaan of wanneer hebben jullie dit allemaal opgezet? Ja, we hebben een aantal keer geoefend, maar dit is dus gisteren voor de definitieve setting opgezet. En we hebben het vorige week in deze setting opgezet en toen omgegooid en toen ging het goed. Dus hopelijk vandaag ook. Het zou dus wel heel zuur zijn als het nu iets mis zou gaan. Ja, dat is het absoluut. Maar goed, dan hebben we nog een hoop lol gehad. Dus dan doen we het daarvoor. Heb je er wel vertrouwen in? Absoluut. Jack van Gelder was aanwezig om het evenement te openen en van commentaar te voorzien. Dat deed hij op een leuke manier. Wat voor domino gaan we direct doen? Een laptop domino. Dominee. Een laptop domino. Ja, dominees die omvallen. Nee, een laptop domino. En daar staan er heel veel op gesteld. En hoeveel kunnen jullie direct ook zien? Maar we hebben één verzoek vooraf. Dat geen van jullie de imitatie van de mus doet. En want u weet de consequenties wat met de mus gebeurd is. Kleine waarschuwing. We lopen buitenom. U wordt dan achter een koord opgesteld en daar zien we elkaar direct weer. En dan zal ik u meenemen naar datgene wat misschien kan leiden tot het wereldrecord laptop domino. Ongelooflijk leuk en ik ben ook wel trots dat het nu in handen van Nederland is. Ik vond het heel spannend. We hebben ruim 5 keer geoefend. En de laatste keer bij het oefenen ging het gewoon hartstikke goed. Maar ja, het is natuurlijk altijd afwachten of het op het moment suprême echt allemaal omgevallen. En dat is gelukkig gelukt. Het was voor ons, je hebt er zo lang aan gewerkt en je wil het record wel verbreken. Nou, even later waren we de Chinezen en de Belgen voorbij en dan weet je, je hebt het al. Maar je doel is natuurlijk, je wil alles om je zien vallen. En dat is ons gelukt. Ben je blij? Ik ben ontzettend blij. Dit evenement werd niet zomaar georganiseerd. Stichting Open en Road to Work wilden met dit evenement mensen bewust maken van het vele elektronische afval dat jaarlijks wordt weggegooid. Denk je dat dit geholpen heeft bij het aandacht creëren voor het elektronisch afval? Ja, alle beetjes helpen. Dus ik denk dat dit gewoon een hele leuke manier was. En we hebben hele enthousiaste reacties gekregen van mensen op deze recordpoging. En nu we de recordpoging ook daadwerkelijk gehaald hebben, denk ik dat we daar nog meer aandacht mee krijgen. En dat mensen ook even na gaan denken van, hey, ik heb nog een afgedankte laptop liggen. Die is nu echt 100 jaar oud, kan ik niks meer mee. Ik ga hem even op de goede manier inleveren, zodat die gerecycled kan worden tot nieuwe grondstof. Mensen kunnen nu ook zien dat laptops echt helemaal uit de stroom komen. Dus ze worden ingeleverd bij de Milieustraat. Nou, zoals je hier op de achtergrond kunt zien, zijn er heel veel laptops uit die stroom gehaald en die zijn hier terechtgekomen. Nou, hier hebben we ook alle certificaten om die dingen op de juiste manier te verwerken. En ik hoop ook dat dat mensen over de streep trekt van lever hem hierin. En dan kunnen wij daarmee kijken wat er nog, hoe we dat het beste kunnen recyclen. Heb jij nog tips voor mensen die meer willen doen als het gaat om elektronisch afval en het inleveren op de juiste plekken en te zorgen dat het hergebruikt of gerecycled kan worden? Ja, ik heb wel tips. Wat een handig ezelsbruggetje is. Nou, je kunt eerst eens even je huis doorgaan om te kijken of er liggen er nog afgedankte elektronische apparaten. Dan kan je kijken van, kan ik die nog weggeven? Doen ze het nog? Zijn er nog mensen die interesse hebben daarin? Wij zeggen altijd, hoe jonger de apparaten zijn, hoe meer kans je nog hebt dat het nog echt een tweede leven bij iemand anders bijvoorbeeld kan krijgen of naar de kringloop kan. En als het wat ouder is, dan kan je de apparaten bijvoorbeeld verzamelen in een doosje. Als je ergens een trapkast hebt of een garage. Dat je dat doosje specifiek maakt voor elektrische apparaten. Zodat je er ook aan denkt als je een kleiner apparaat hebt waar je misschien normaal gesproken van denkt, hé, wat moet ik hier op dit moment mee? Als je die even in de doos doet. En als je een keer wel naar de Milieustraat gaat, dat je die hele doos in één keer meeneemt. Was het leuk om naast Jack van Gelder te staan? Ja, dat is altijd leuk. Een hele aardige man. Ik vind het super leuk dat het mocht. En ik heb van genoten.